1891. Dat is wel grappig. Iedere keer is het licht anders. Ik weet niet hoeveel foto's ik al gemaakt van de oude kerk. Ik woon hier bijna 40 jaar, dus ja, ik keek mijn ogen uit toen ik hier kwam. En ik zat ja, bijna iedere dag en avond hier achter het raam te kijken. Maar na al die jaren kijk ik er nog steeds geen genoeg van. Er is zoveel. Ik kan gewoon, ja, als ik een dagboek had bijgehouden, dat zou best interessant geweest zijn. Jij hebt de buurt vastgelegd in foto's. Wanneer ben je begonnen met vastleggen? Ja, wanneer ben ik begonnen? Eigenlijk rond 87, 89. Onze buurtkrant bestaat 25 jaar. Dus ik leg zeker 25 jaar en langer dingen vast uit de buurt. En ook voor foto's voor mij, de verschillende onderwerpen of artikelen in de krant. Heel leuk, hè? Wacht even, dat is nieuw. Helemaal nieuw. Het is zo'n wonderlijke buurt eigenlijk. Je ziet de hele wereld voorbij komen. De hele wereld. En alles wat mensen doen, zie je hier ook. Het blijft me verwonderen. De schoonheid van deze kerk is de leegte. Maar dat is pas sinds een paar honderd jaar, want dit was een eerbetoon aan de heilige Nicolaas. En die hele kerk was vervuld van wandtapijten waar Sinterklaas op stond. Je ziet hem nog op wandschilderingen, op rosetten in de gewelven. Dit was een bourgondisch geheel met allemaal altaren. De een nog rijker dan de ander, elk gilder had zijn eigen altaar. En dat is dus in 1578, en ook wel iets daarvoor, door de protestanten allemaal weggeslagen, weggehaald, kapot gemaakt. Er was een groot zilveren Sint-Nicolaasbeeld in het hoge koor. Heel kostbaar. En dat hebben ze in 1578 bij de overgang dus van Amsterdam naar het protestantisme gesmolten. En omgesmolten tot noodgeld. Die muntjes die zijn er nog. En dus wat je eigenlijk het prototype wat je hier ziet van een lege Hollandse Zaandam-achtige kerk. We eigenlijk te danken aan de ISIS zeg maar, van de 16e eeuw. Die deze katholieke barokke toestand hebben veranderd in kale, nete woestijn. De mooiste van Amsterdam. In de oude kerk is Nicolaas eigenlijk overal aanwezig. Je kan een hele tocht door de kerk maken. En dan zie je overal Sinterklaas geschilderd, gebrandschilderd. De Mariakapel, een van de 27 of zo kapellen die hier waren. Moet je je voorstellen wat een drukte dat hier is geweest. Overal mensen, overal altaren. Eén grote opschudding eigenlijk in de huiskamer van de stad, zoals het toen werd genoemd. Deze kapel is dus gewijd aan Maria. En daar is te vinden onder andere onze eigen Sint-Nicolaas. Die hier linksonder kijkt of alles wel goed gaat. Sint-Nicolaas is hier afgebeeld als bisschop van Myra. Hij is nog vrij jong, maar hij was ook een heel actief ventje. Ik was toevallig onlangs in Turkije en daar heb ik geleerd dat hij daar is. Was hij een groot beeldenstormer en bestrijder van de tempels van de heidense cultus van Artemis. En daar ging hij dus tempels aan gruzelementen slaan en zo. Dat heeft hij ook gedaan. Zij had niet altijd die baard. Nicolaas was natuurlijk ook de beschermer van een paar van Amsterdam's claims to fame. Behalve kindervriend, vruchtbaarheidsapostel, was hij ook beschermheilige van de handel en van de zeevaart. En niet te vergeten van de prostitutie. Een van zijn wonderen die hij heeft gedaan was dat er waren drie meisjes. En die waren in kommervolle omstandigheden komen te verkeren. En dreigden zich dus in het leven te moeten houden door prostitutie. En wat die lieve Sinterklaas toen deed, was dat hij voor het raam kwam staan. En zich niet bekend maakte, maar s'avonds een paar zakjes met goudstukken naar binnen gooide. Zodat zij een net huwelijk konden aangaan. Het mooie daarvan is, vind ik, dat Sinterklaas door deze actie bewijst dat hij een goed inzicht had in het wezen van de prostitutie, namelijk als iets wat eerbaar is, wat je de beoefenaarsters niet over kan duiden, maar wat dus altijd voortkomt uit kommervolle omstandigheden waarin mensen kunnen komen te verkeren.
Kijk, we hebben in het boek een inleiding, daar citeren we Ramses Shaffy. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy. En dat is gewoon wat je leert te doen als je schrijft over deze buurt. Dat je steeds omhoog moet kijken, dan zie je de mooiste dingen. Eigenlijk was dat een beetje de inspiratie voor het maken van ons boek. Omdat dit is natuurlijk het topmonument van Amsterdam, zo niet van Nederland. Een kerk die hier al sinds de 12e, 13e eeuw staat en twee grote stadsbranden heeft overleefd, oorlog heeft overleefd. En dit is eigenlijk een extreem voorbeeld van de schoonheid van het Wallengebied. De Wallen worden natuurlijk in Nederland altijd geassocieerd met de prostitutie, de criminaliteit, de hasje, gedoe, alles. En dat vinden wij heel zonde. Wij zijn een clubje mensen uit de redactie van het buurtkrantje De Oude Binnenstad. Dat al 50 jaar bestaat en actie voert voor het behoud van de binnenstad. En het zien, het beschouwen van de binnenstad als een kostbaar cultuurmonument. In plaats van alleen maar een uitgangsgebied voor dronken Engelsen en zo. Het boek dat wij nu vandaag hier klaar hebben, dat is een poging om toeristen, bezoekers, Amsterdammers, buitenlanders te laten zien dat dit eigenlijk een gebied is dat in schoonheid niet onderdoet voor de grachtengordel. Daarom hebben we het ook genoemd aan de Amsterdamse Wallen. Als je naar buiten kijkt, dan zie je deze foto. Ja, dat klopt helemaal. Het is precies hetzelfde. Sorry. Ik heb dan twee mensen die er staan. Ja. Nou, Amsterdam heeft natuurlijk heel veel gevelstenen. Echt een enorm rijkdom is dat. Natuurlijk ook een uitgebreid hoofdstuk in ons boek. Een heel mooi thema wat je ziet in een reeks van gevelstenen op de Wallen, dat is de Bijbel. Er is aan het begin van de Wallen, bij de Kolk, is een muur waar ze een aantal gevelstenen hebben ingemetseld die van verschillende plekken daar naartoe zijn gebracht. En daar is een hele mooie bij van de Ark van Noach. Nou, een van de eerste hoofdstukken dus van het Oude Testament. En als je gaat lopen vervolgens van die plek af naar het zuiden, langs de Voorburgwal, dan tref je eigenlijk een hele reeks gevelstenen aan, gek genoeg, in volgorde van de behandeling van die scènes in het Oude en daarna het Nieuwe Testament. Even verderop rechts in de Oudezijds Armsteeg, dan ben je één minuut later, maar dan ben je met de ark alweer gevorderd naar het moment dat de duif met het takje olijfblad in zijn snavel komt aanvliegen. Dat zie je daar verbeeld. Dan ben je dus van Genesis 7 naar Genesis 8 gelopen in één minuut. Daarna zie je om de hoek, op de Lange Niesel 25, zie je de dans rond het Gouden Kalf afgebeeld. Ik moet even zoeken waar die is. 26. Daarboven in de gevel, het is niet gekleurd, maar je ziet het kalf daar staan op een soort zuil. Dus Mozes op de berg en de Joden dansen rond het kalf in een afgodsbeeld. Exodus 32. En dat in de Lange Niesel, die vroeger een heel ziek straatje was. Met low abiding en ongetwijfeld ook heel religieuze mensen. Maar nu zie je wel dat de afgoderij inmiddels de overhand heeft gekregen. Het is een van de beroemde mensen die hier in de Lange Niesel toen woonde. Althans geboren is, dat was Zweling, de componist. En ook later de organist van de Oude Kerk. Levenslang organist gebleven, hoewel hij katholiek was. Nou, hier woonden bijvoorbeeld aan deze kant waar wij nu staan, daar woonden ook burgemeesters, oprichters van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, patriciërs, daar woonde een bikker die later de eigenaar werd van het Bikkerseiland, het nieuwe aangeklemde havengebied. Kapitalisten, globale kapitalisten van de 16e en 17e eeuw. We zijn weer 100 meter verder, maar inmiddels aangeland in het Nieuwe Testament. Want dit is de Annunciatie. Hier zie je dus links de engel Gabriel en rechts Maria die het bericht krijgt van haar komend moederschap. Dan zijn we dus inmiddels in het Nieuwe Testament, Lucas 1. En nog even verderop, een ouderzijds voor Burgon nog steeds, zie je de wonderbaarlijke visvangst, Matthäus 4. En dan nog even later in Voorburg 204, de zijgevel, daar zie je Jezus doop in de Jordaan. Nog een stukje verder weer in het Nieuwe Testament, Marcus 1. Nou, dan zijn we toch gewoon een flink stuk op weg en dat hebben we allemaal in 2 minuten gedaan.
Ik kwam er toevallig achter eigenlijk. Daar is natuurlijk niet over nagedacht, want dat is ook allemaal in de loop der allerlei eeuwen aangebracht. En die stenen zijn natuurlijk ook weer ingemetseld, weer weggehaald. Je ziet heel veel stenen die hebben gezworven en die weer terugkomen op hun oude plek. En hier is dat toevallig dus, door Gods onzichtbare hand, is dat in deze mooie volgorde beland. Kijk, dit zag je natuurlijk 10 jaar geleden niet. Zag je rondvaartboten. Je ziet bijna iedere dag zie je toeristen op deze boten. En we hebben hier een rederij. Je ziet mensen genieten van de grachten. En dat is toch wel weer leuk. Ik kijk wel omhoog, maar sinds we bezig zijn met het boek, kijk ik inderdaad nog vaker omhoog. En zie ik dingen die ik niet eerder gezien had. Ik heb bijvoorbeeld de slapende Jacob nooit gezien, iets verderop op de gracht. Die had ik inderdaad nooit gezien. En zelfs ik na al die jaren, net als in de oude kerk, zie je ook steeds nieuwe dingen. Ik denk dat het voor mensen heel erg leuk is. Ook voor de mensen die hier wonen. Want die gaan nu ook met andere ogen kijken. Of misschien anders kijken naar hun eigen buurt. Nou ja, als jullie zelfs al nieuwe dingen weer hebben ontdekt. Ja, we hebben heel veel nieuwe dingen ontdekt. Ja, nou, dan moet het voor een ander ook gelden natuurlijk. Dit boek was er nog niet. De mooie dingen van de Wallen, je kan natuurlijk niet alles erin zetten. Je raakt niet uitgepraat. En er zijn zoveel aspecten die we niet konden behandelen in dit boek, want het zou gewoon te veel worden. Maar het is een totaal ander boek dan wat er al is.